naar buiten met Virginia Victory. Zo gaat het paard de rechterbocht door. Nog altijd Victory My Way. Vlak daarachter Vogue, die een hele goede koers loopt tot nu toe. Geldt ook voor Her Way. En daarachter is het Virginia Victory. Dan Veronie Wollem. Aan de buitenkant Victoria. Dan Ferrari. En dan Velocity. Zo zijn de paarden voor de laatste keren. De rechte lijn over zijde. Langweg Junior ligt achterover op de kar. Heeft de neus van Vogue tegen de helm aan. En daarachter als derde aan de buitenkant probeert wel naar voren te gaan. Her Way. Maar het tempo gaat vooraan ook omhoog. 14-9 is de tussentijd. En zo gaan ze op weg naar de laatste bocht. Laatste keer op Duindicht moest Victory My Way van heel ver komen. Liep hij de laatste kilometer in 12-7. Dat zal vandaag niet nodig zijn. Maar op speed zal hij zich niet willen laten verrassen. En dus wordt het tempo nu verhoogd. En zo gaan ze de laatste bocht door. En zijn ze halverwege de laatste bocht. Victory My Way pakt 1, pakt 2 lengte voorsprong. Vogue ligt nog tweede. Her Way derde. Vierde aan de buitenkant is Virginia Victory. En helemaal aan de buitenkant komt ook Ferrari vol gas aan. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Maar het applaus kan worden ingezet. Dit wordt een record. Dit wordt de 19e voor Victory My Way. Dit heeft nog nooit een paard in Nederland gepresteerd. 19 keer winnen van het debuut af. Heel knap. Victory My Way blijft ongeslagen. En een klopje voor Victory My Way. Tweede is Virginia Victory. Derde Ferrari. En vierde Her Way. Leendert Gerrits achter het paard en Hugo erbij op de sulky, dames en heren. Geef ze een applaus voor de 19e keer op rij winnen ze. Victory My Way en Hugo Langeweg junior. En het blijft dus eventjes afwachten of ze ook nog voor de 20e overwinning gaan.